We hoorden net al even in het NOS-journaal wellicht, want zojuist werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd. Niet over deze kwestie, maar toch in datzelfde debat het Kamerlid van D66, Jeannette van der Laan, die bood aan Helden de inmiddels beruchte One Love-band aan. Ja. Spannend wordt natuurlijk morgen tijdens die wedstrijd. Ze zit daar op de tribune, waarschijnlijk ook naast de emir, of ze die band gaat dragen, ja of nee? Ja. Het heeft natuurlijk wel iets sneus dat wij het hier in Nederlandse competitie niet eens voor elkaar krijgen om met twee speelrondes dat ding te dragen en dat we nu met groot vertoon naast de emir gaan zitten. Remco de Boer, we hebben u natuurlijk van een heel ander onderwerp gevraagd, maar heb je nog enige verhelderende gedachten bij? Nee, ja, het is treurig. Maar laten we toch even naar energie trekken. Qatar is potentieel een van onze belangrijkste vloeibaar gasleveranciers. En daarom was ook die ophef binnen de coalitie. D66 ChristenUnie, die zei, nou, we moeten eigenlijk helemaal niet gaan. Of dan wel één ronde en dan is het één minister. Alleen als we dan verder komen, dan mogen er meer. Mits een band of een speldje of weet ik veel. Dat is natuurlijk een totale gekte. Maar je zult op een gegeven moment, nu we Rusland kwijt zijn en we hebben nog heel veel gas nodig, met ook Qatar in gesprek moeten gaan. En dat lijken we op een of andere manier volstrekt te scheiden. Dus we hebben te weinig gas, we hebben hoge prijzen. Ja. We moeten miljarden, tientallen miljarden reserveren en betalen om ons allemaal uit de zorgen te helpen. En dan gaan we eigenlijk, als we dus een kans zich voordoet om met Qatar in gesprek te komen, dan draaien we ze eigenlijk de rug toe. Ja. Meneer Faye, even puur vanuit het energieperspectief, want daar hebben jullie gevraagd. Is het inderdaad in die zin totaal onverantwoord om daar met een band, wat dus door hun als een provocatie wordt gezien, als in gewoon onze energiebehoeften? De vraag is eigenlijk, kunnen we het ons permitteren om een Qatar tegen ons in het harnas te jagen? Dat zou in de eerste plaats voor het debat in Nederland heel verstandig zijn om iets te realiseren. We hebben hier echt te maken met keiharde realpolitiek. Ja? De schets die Remco de Boer geeft is helemaal terecht. We mogen dit heel vervelend vinden, maar dit is de situatie zoals die is en dit is de wereld zoals die functioneert. Ja. En die belangen die zijn echt heel groot. Het is verstandig om een redelijke relatie met Qatar op dit vlak te houden. Er zijn grote investeringen ook van Nederlandse bedrijven in dat land. Maar kunt u mij eens even meenemen, hoe gaat zoiets? Ik kan me voorstellen, wordt er dan diplomatiek ergens een signaal aan de Nederlandse overheid geven? Pas even op wat je doet, want weet dat wij aan een knop kunnen draaien? Ik weet niet hoe die debatten lopen. Zo direct zal dat niet gaan. Alleen, wat zo bijzonder is, en we gaan het over kernenergie hebben, waarbij we nu een coalitie hebben die ook de vorige coalitie was en die toen eigenlijk helemaal geen kernenergie wilde. Ik bedoel, de manier waarop wij proberen ons energiesysteem te verbouwen naar een duurzaam systeem, maar wel nog overeind moeten houden wat we hebben. Nou, dat mislukt dus op dit moment. Dat is mislukt. Dat dreigt te mislukken. En we leren daar dus niet echt van. En dat baart mij zoveel zorgen. Dus uw conclusie is eigenlijk, we hebben kernenergie nodig om met de morele vinger zo direct naar Qatar te kunnen wijzen eigenlijk. Nou, dat is te kort door de bocht. Maar we hebben eigenlijk, als ik het heel simpel zeg en als ik het heel kort en simpel moet zeggen, we hebben alles nodig. We hebben alles nodig. We hebben verschillende energiebronnen nodig van verschillende partijen. We kunnen het ons niet veroorloven om ze de rug toe te keren. Dan kom je dus in de situatie waar we nu in zitten. Goed, dat lijkt mij een mooi brugje. Jip, ter afronding. Ja, we moeten afwachten of ze die band gaat dragen morgen. Vrijdag na de ministerraad gaf ze nog aan dat ze niet op de situatie vooruit wilde lopen. Maar de KNVB, die riep de minister zondag hoogstpersoonlijk op om nu niet onnodig statements te maken. Tja. Oké, okay, nou, tot zover zeggen we dan.